Verborgen schatten hebben altijd een onweerstaanbare aantrekkingskracht. En de net ontdekte kamers in het graf van Toetanchamon, die hebben alles in zich van een historisch mysterie. Onderzoekers hadden al een vermoeden, maar hebben nieuw bewijs. Met speciale apparatuur zijn van buitenaf scans gemaakt van wat binnen al eeuwen bewaard is gebleven. In een verborgen ruimte achter deze muur. After the analysis of this photo in Japan, they tell us that we have here some different things behind the wall. Could be metal, could be organic. Ja, vandaag is er dus weer meer onderzoek gedaan, meneer Pracht, hè, naar deze verborgen ruimte. Dus weten we al iets meer dan we daarvoor wisten? De resultaten worden eigenlijk pas morgen bekendgemaakt. Maar vorige week werd verteld dat er een scan is gemaakt waarop ook te zien is dat er organisch materiaal of zelfs metalen achter de wand zich zouden bevinden. En dat is op zich wel weer nieuwe informatie, want die scan is in november gemaakt. En er was toen al een soort van voorlopige conclusie gegeven dat er inderdaad holle ruimtes zich achter die wand bevinden. Kijk, en dan vind je het prachtig om het verhaal zo neer te zetten als het is. En vaak ook nog mooi om het een beetje op te blazen. Heel groot te maken, spectaculaire fonds. Hoe spectaculair is het? Dit is heel spectaculair. Ja, ja, dat iemand bedenkt op basis van een aantal architectonische gegevens, historische gegevens, archeologische gegevens. Ik heb het over meneer Nicholas Reeves. Nee, die van de zomer bedacht van daar zouden wel eens twee kamers zich kunnen bevinden. Ja. En men doet de proef op de som met Ground Penetrating Radar. Dus een radaronderzoek. En het blijkt zo te zijn. Dit is natuurlijk fantastisch. Maar geniaal van die man ook om te bedenken dat het op deze manier moet. Zeker. En waarom is dit zo spectaculair? Nou ja, het beroemde graf van Toetanchamon dat in 1922 wordt ontdekt, waar miljoenen mensen zijn geweest in tussentijd. En niemand is op het idee gekomen dat er achter die noord- en westwand zich nog ruimtes zouden bevinden. Hebt u ook nooit gedacht van, jongen, dik het maar? Nee, dat toch ook niet. Nee. Rena, je bent journaliste, Arabiste. Als jij over Egypte praat, dan ging het vaak over hele andere zaken. Hoe belangrijk is dit voor Egypte, dat dit gebeurt? Nou, wat ik begrijp is dat natuurlijk voor de mensen in het vak is het heel erg belangrijk. Aan de andere kant, de gewone Egyptenaren hebben ook wel wat anders aan hun hoofd. Het gaat natuurlijk economisch heel slecht. En er komt haast geen toerist meer naar Egypte om een aantal redenen. Er is natuurlijk een vliegtuig neergehaald in oktober. En er zijn veel aanslagen. En nou, we hebben gisteren natuurlijk weer een incident meegemaakt, wat dan een persoonlijke reden een waarschijnlijkheid was. Maar dus het is een beetje gemengd. De Egyptische minister van antiquiteit, die zegt het is de uitvinding van de eeuw. En zij hopen hiermee weer heel veel toeristen naar Egypte te trekken. Ja. Maar wat ze over het hoofd zien is dat de veiligheid dat eigenlijk wel een prioriteit is. Want bijvoorbeeld is er een Italiaanse promovendus van Cambridge is gewoon vermoord en eerst gemarteld door de Egyptische Veiligheidsdienst. En Egypte wil niet eens meewerken aan het onderzoek ernaar. Zijn nagels zijn eruit getrokken. Hij is half verbrand. Is zijn lichaam aan een straatweg gevonden boven Cairo. En zijn moeder heeft... Dit soort dingen gebeuren niet met toeristen. Hij was zo, als toerist. Dit is voor mij echt helemaal nieuw. Ik voel mij volstrekt veilig in Egypte als ik daar rondreis. Het Egyptische leger heeft in september helaas 12 Mexicaanse toeristen doodgeschoten. Per ongeluk. Ik snap het. Het gebeurt niet, zeg maar. Het gebeurt met Egyptenaren veel meer. Vreselijk incident. Er zijn 1600 Egyptische jongelui verdwenen het afgelopen jaar. Sommigen zijn dood aangetroffen, anderen in gevangenis opgedoken. Maar wat ik eigenlijk wil zeggen is, als jij toeristen naar Egypte wil trekken, dan moet je eerst toch wel echt die veiligheid op orde hebben. En dat zakt af, juist door het regeringsbeleid. Doordat ze zoveel mensen onschuldig oppakken, komt er heel veel woede. Wat zou u doen, meneer Pracht? Zou u tegen toeristen zeggen, nou, de ontdekking van de eeuw, daar moet je toch even naar gaan kijken. Zou u mensen die nu kijken, denken, ik wil er naartoe, zou u gewoon aanraden naar die mensen om te gaan? Ik spreek voor mezelf, maar ik voel mij volstrekt veilig in Egypte. Ik voel me niet anders dan alle andere jaren dat ik daar kom. En ik zie ook niets, eerlijk gezegd, dat anders is. Ik geloof zeker dat er achter de schermen vreselijke dingen gebeuren. Maar ik heb het nu even over
is een toerist veilig in Egypte? En voor mij is dat zo. En want dan ook, heb ik het over het Nijldal. Ik heb het niet over Sinaï of, natuurlijk. Of laten we zeggen, woestijngebieden. Nee, het gaat over het Nijldal. Maar het Nijldal, en daar kun je kunt gewoon in Cairo over straat. En natuurlijk, men doet er alles aan om je, je veiligheid te garanderen. Nou, we hebben het over, in ieder geval over dat graf, de ontdekking van het graf. Maar die ontdekking zelf was een ontdekking uit 1922. Daar gaan we even naar kijken. After 6 years of fruitless excavation, a water boy working under Carter stumbled upon a set of steps in the very heart of the valley that led to an underground sealed doorway. But how disappointing. The contents were completely covered by linen shrouds. But as the last shroud was rolled back, a gasp of wonderment escaped our lips. So gorgeous was the sight that met our eyes. A golden effigy of the young king of magnificent workmanship filled the whole of the interior. Maar ja, dat heeft dus tot 2016 geduurd voor die geheime ruimtes werden ontdekt. De ontdekking van de eeuw, is dat grootspraak of is dat ook op zijn plaats? Ik denk dat het op zijn plaats is. Ja. Omdat iemand op basis van die argumenten dit bedenkt en het blijkt te kloppen. Alleen, goed, Nicholas Reeves gaat nog een stap verder en suggereert hier het graf van Nefertiti te hebben. Ja. En dat is maar de vraag of we inderdaad te maken hebben met het graf van deze beroemde Het graf ziet er zo uit. Misschien kunt u er iets van vertellen als dit graf ziet. Die vorm. Ja, de witte ruimtes, vier rechthoekige ruimtes, dat zijn de reeds bekende kamers. Dan die twee rode ruimtes, dat zijn dan de vermoedelijke ruimtes die afgesloten zijn. Maar ja, je ziet het ook. Het is niet duidelijk hoe lang dat doorloopt en wat de functie ervan is. Ja, toch als je het zo ziet, ik mag het bijna niet zeggen, ik doe het toch even. Dan denk je, daar moet je dan 100 jaar over doen. Dus zo geniaal is het er ook niet om dat te bedenken. Mensen die naar films kijken alleen al, die denken altijd al van, er zal ergens een geborgen ruimte zijn. Ja, maar toch is er, de aanleiding is geweest dat er een exacte replica is gemaakt van de grafkamer. En men heeft niet alleen de schilderingen in hoge resolutie gescand, maar ook de dikte van de gesso-laag, de gipslaag. En op basis daarvan kun je wel zien dat er zich inderdaad ruimtes achter bevinden. Hè? Dat er iets is geblokkeerd. Ja. Dat heeft er mede toe geleid dat Reeves met deze theorie kwam. Maar het gaat wat te ver om nu al te zeggen dat het hier gaat om het graf van Nefertiti. Wordt dat morgen gezegd, denkt u of niet? Ik denk het niet. Nee, want ik denk, men heeft met wat andere technieken en ik weet niet welke. Dat wordt ook helemaal niet verteld. Maar je kunt je voorstellen dat men, om bijvoorbeeld metaal beter te kunnen detecteren of organische materialen te kunnen zien. Maar men is nog lang niet zo ver. Voordat men werkelijk die ruimte gaat benaderen, zal men toch eerst een cameraatje naar binnen brengen. Zeker. En dat zal men dan ook niet dwars door die schilderingen heen doen, maar van een zijvertrek. En dan zal men pas gaan bepalen hoe men daar binnen kan. Al heel lang belangrijk, groot verhaal van Egypte natuurlijk. Hoe belangrijk is het eigenlijk in die farao's piramides? Hoe belangrijk is het voor de Egyptische kinderen die naar school gaan bijvoorbeeld, in de opvoeding? Ja, voor Egyptenaren is het heel erg belangrijk, in tegenstelling tot de andere Arabieren. Vriend van mij zei wel eens van, het christendom is naar Egypte gekomen. Daarna is de islam naar Egypte gekomen, maar de Egyptenaren hebben nooit hun oorspronkelijke religie opgegeven. Dat is namelijk het vereren van één groot sterke man, van de farao. Mm-hmm. En dat zit natuurlijk al duizenden jaren in hun genen dat aan de hand is. Zie je nu weer. En dat zie je eigenlijk nu weer. Ja, dat zie je eigenlijk nu weer. Dat men denkt van, wij zijn niet iedereen, hè, maar dat merkte ik daar ook wel toch van, een beetje onzeker. Wij zijn niet zo sterk en we moeten echt de grote leider volgen, want die weet het en die weet helemaal wat wij moeten doen. Dat zie je terug. Daar een beetje sceptisch. Ik denk dat zeker de afgelopen jaren er heel veel gedaan is aan opvoeding binnen Egypte voor wat betreft het cultureel erfgoed. Ja. Hoewel ik de laatste paar maanden toch ook weer wat andere dingen zie gebeuren. Wat dan? Helaas moet ik toegeven dat door het teruglopend toerisme, internationaal toerisme, men toch zoveel mogelijk mensen op de sites, bij de piramides wil hebben. En dan zijn het, laten we zeggen,
de niet echt hoogopgeleide mensen die dan op de piramides gaan klimmen en overal aan zitten. En dus dat is jammer. Zegt u nou de niet hoogopgeleide mensen? Schorrie-morrie mag ook zomaar naar de piramides. Zo ver mag het niet gaan. Nou ja, mag ik gewoon zeggen. Ook hele schoolgroep uitjes. Maar er wordt niet meer de hand ingehouden. Men klimt overal op. Men maakt graffiti op allerlei. Nee, toch? Ja. Dat is een goed voorbeeld. En, dat is van het afgelopen jaar. Ja. 2 jaar geleden was dat nog niet zo. Maar ik zeg altijd, het gaat in golfbeweging. Hier zal heus wel weer tegen geageerd worden. Want sterker nog, op de Egyptische media verschijnen verschillende verslagen dat mensen onderdelen van piramides verkopen. Ja. Gewoon afhakken. Ja. En ook toch zowel in Zuid-Egypte als in Noord-Egypte, dat er enorm wordt gegraven. Heel veel mensen aan het graven zijn naar oudheden. Dat de dingen worden gevonden. Ja. Dat mensen in één keer. Maar we moeten ons ook niet in ministeries in één keer schatrijk zijn. Dat het allemaal plunderingen zijn, dat is het niet. Dat was een paar jaar geleden, hè, toen het echt chaos was. Maar men heeft nu de zaken wat steviger in de hand. Maar goed, wat ik net zei, je ziet toch dat. Dat er een beetje een verloedering optreedt. En het is ongetwijfeld het gevolg van het feit dat er gewoon minder toeristen komen. Want tuurlijk, dat zei u net. Ja, maar verloedering, dat is bepaald niet. Daar is bepaald geen sprake van. Als je kijkt naar die films, hè, want daar kennen we Egypte natuurlijk ook van. Ja. Die mooie films, die grote blockbusters, door heel veel mensen ook in Nederland bekeken, de Hollywoodfilms. Laten we maar even kijken naar een samenvatting. Elizabeth Taylor as Cleopatra, Siren of the Nile. Her stunning beauty and notorious intrigue. Turn the tide of civilization. And then there was light. Oh boy. We are in serious trouble. Ma croix m'a pas un jour de plus. C'est impossible à tenir. Ça c'est clair. Ages have passed. Since the gods walked among us, before the fury swept over our land, before the war. Ja, dit staat natuurlijk ook bij veel mensen in het geheugen gegrift. Ja. Als het gaat over Egypte, is hier iets van waar of is het complete onzin? Het is het stereotype beeld, hè, wat gecreëerd wordt. Nou, ja, goed. Dat is voor die mensen die er later graffiti op gaan smeren. Die hebben dit bekeken, die denken mij schelen. Nou, nee. Ik denk dat de oud-Egyptische cultuur sowieso fascinerend is. En dat zie je terugkomen in die Hollywood spektakelfilms. Maar goed, er is natuurlijk was dit heel veel. Was jongetje ook een belangrijke aantrekking? Ik geloof dat ik eerder via Asterix en Cleopatra tot het oude Egypte ben gekomen. Niet dit soort niet. Hey, nou, speelde dit voor jou ook nog een rol of niet? Jouw Egypte-connectie? Nou, het is natuurlijk wel de piramides, ja, die hebben wij niet. Hè? Dat zeggen Egypten namelijk heel vaak. We hadden jullie een paar duizend jaar geleden. Ja, die paar stenen in Drenthe op elkaar gestapeld, de hunebedden. Maar de Egyptenaren, die hebben een heel erg toch wel sterk gevoel van, wij hebben al zo lang beschaving. Ja. Hè? In het Arabisch noemen ze Egypte ook heel vaak moeder van de wereld. Ja. Wij wonen in de moeder van de wereld. Hoe is het in de moeder van de wereld? In plaats van Egypte, om het dunya. En dat zie je ook wel terug. Dat ze heel erg trots zijn. Dat zit er nog steeds wel heel erg in. Heel erg trots. En want de beschaving komt bij ons vandaan. Ik weet niet of dat helemaal klopt. Zeg, lijkt een beetje in tegenspraak met wat ik net zei. Ja, dat ze bovenop die piramides klimmen. Maar aan de andere kant zijn ze toch heel erg trots op dat faraonische verleden. En je zag het ook jaren geleden toen er een inbraak in het Egyptisch Museum was geweest. Dat mensen gelijk een menselijk cordon rondom het gebouw gingen vormen. Want dat is ons nationaal erfgoed. Dat moet beschermd worden. Dus het is een beetje dubbel. Hè? Men is er enerzijds trots op de farao's en de prachtige kunstschatten en de bouwwerken en de grandeur. Aan de andere kant, gaat men er ook wel op een morgen, aparte morgen manier mee om. Morgen komen we meer te weten. Hè? Ja. Over, u zegt dat we weten het niet precies. Over Nefertiti zullen we weinig te weten komen. Wat komen we wel te weten? Komt hij op het spoor? Wat komt u misschien op het spoor? Nou, ik verwacht nog niet direct dat er bekendgemaakt gaat worden dat er allemaal goudschatten op ontdekking liggen te wachten. Maar ik neem aan dat men eindelijk gaat vertellen hoe men die ruimtestand gaat benaderen. En misschien dat we iets meer te weten
krijgen over dat metaal wat er te zien zou zijn. Maar is het vooral interessant voor wetenschappers dat we dan te horen krijgen? Of is het dan voor de hele bevolking? Ik hoop natuurlijk ook, net als iedereen, dat het een fantastische vondst is die gedaan gaat worden. Ja. Maar eerlijk gezegd, ik ben veel meer geïnteresseerd in... Liggen daar eventueel voorwerpen waar teksten op te zien zijn... Waardoor we het een en ander te weten krijgen over het leven van Tutankhamon. We weten en daar bent u ook Egyptoloog voor natuurlijk. Ja, precies, we gaan er morgen naar kijken. Ik dank jullie allebei voor dit gesprek. Dank je wel.